economische reden zou zijn voor mensen om hun woning leeg te laten staan. Hè? Want voor zover ik het om me heen zie, zijn mensen meestal aan het wachten op de gemeente voor een bouwvergunning die soms wel jaren kan duren. Of mensen zijn aan het verbouwen. In afwachting van het klaarkomen van die verbouwing staat het leeg. Door de hele box 3 ellende is iedereen nu aan het verkopen. Dus dan staat het leeg tijdens de verkoop. Mensen gaan naar het buitenland, dan laten ze hun woning leeg staan. Ze hebben misschien een tweede woning, ergens in een leuk plaatsje buiten de stad. Dan staat dan ook leeg. Dus uiteindelijk zijn dat volgens mij de voornaamste redenen waarom iemand iets leeg laat staan. En ik ken geen enkel voorbeeld van iemand die iets leeg laat staan gewoon voor de lol om het leeg te laten staan, omdat hij verlies wil maken. Dus is dit niet een ongelofelijke jaloerse maatregel die enorm inbreuk maakt op het eigendomsrecht? De minister. Nee, dat ook weer niet natuurlijk. Die leegstandswet is er niet voor niks. Woningen die bijvoorbeeld worden aangekocht om die op een moment ook weer te verkopen, waarbij men geen zin heeft in een verhuurder of een huurder intussen tijd. Dat is een aantal situaties geweest natuurlijk, waarbij mensen hebben gezegd, ja, de speculatie, daar zijn woningen niet voor bedoeld. Daar hebben we even geen, zoveel ruimte hebben we niet in het woningbestand. We zullen juist moeten zorgen dat we de leegstand terug weten te dringen. Dat is de achtergrond geweest van de leegstandswet. Leegstand overigens als probleem is heel gedifferentieerd over het land als geheel. Daar heeft u gelijk in. Je ziet het echt veel meer in Amsterdam dan elders. Daarom is het niet zo gek ook dat Amsterdam er het meest op inzet. Twee is dat het zomaar leeg laten staan voor de lol. Er zit er inderdaad een verhaal bij. Hè? Dus vaak gaat het inderdaad over een verbouwing die in aantocht is. Ook al zou men die verbouwing bijvoorbeeld pas volgend jaar willen starten, zou men nu wel even de handen willen vrij hebben, bijvoorbeeld als een huurder op dit moment eruit gaat en dan even geen nieuwe huurder erin, zodat je ook echt je handen vrij hebt over wanneer je dan die verbouwing kunt starten. Dat soort hele praktische verhalen zitten er natuurlijk ook achter. Ja, zeker. Of het na willen denken, wat wil ik eigenlijk met mijn bezit? Hè? Wil ik het nog in verhuur houden of zou ik het eigenlijk op een andere manier willen inzetten? Dus er zitten hele praktische verhalen zitten er ook achter. En daarom denk ik ook, het is goed om heel genuanceerd te spreken over leegstand. Over de aantallen, maar ook over de verhalen die erachter zitten. Meneer Vlagen. Ja, en denkt de minister dan ook niet dat door het afschaffen van de tijdelijke huurcontracten, dat daardoor dat soort leegstand misschien juist gaat toenemen? Minister. Dat is mogelijk, maar dat gesprek hebben we ook gehad bij het afschaffen van de tijdelijke huurcontracten. En daar is een weging gemaakt door de wetgever, zeg ik dan eventjes. Tussen de bescherming van de huurder aan de ene kant en het beschermen van voldoende woonruimte aan de andere kant. En die weging is uitgepakt zoals die is uitgepakt. Dus ja, dat debat is geweest. Nou, dan. Is echt eind volgend jaar, begreep ik, omdat de evaluatie. Ja. Goed, de vakantieparken. Meneer Van Hagen heeft nog een toevoeging. Ja, misschien kan dat dan meteen meegenomen worden in die evaluatie. Zou dat kunnen? Nou, het hele leegstandsverhaal en de tijdelijke verhuur. Ik denk dat die wet dan nog niet zo heel lang van kracht is. Ik denk dat je daar nog heel weinig zinnigs over kunt zeggen. Want die zal ergens in de eerste helft van volgend jaar ingaan. Dus ik denk dat je daar nog niet zo heel veel effect van kunt zien dan. Dan de vakantieparken. De vraag van de VVD. Ja, u heeft natuurlijk vaker op dat punt bevraagd. En ik denk ook, ik heb